Breda Nu. Je weet het meteen. We staan hier op de Grote Markt hier in Breda, waar het Breda Swing Festival wordt gehouden. En we gaan even een kijkje nemen bij een paar cafés. Nou, we staan bij het café Het Voske. En wat ben je hier aan het doen? We zijn nu aan het opbouwen en we gaan zo een concert geven hier in dit café. Oké, gaaf. En wat voor soort muziek wordt er verwacht? We spelen vooral jazzmuziek. En wat voor soort jazz? Nou, vanavond, of vanmiddag eigenlijk, vooral traditionele jazzmuziek. Dus de stukken uit het American Songbook. Ik organiseer al 15 jaar, 7 keer per jaar swingclub concerten in Goldertje de Keizer in Breda. En naar aanleiding daarvan ben ik 10 jaar geleden dit swingfestival begonnen. Wat ik ervan verwacht, dat er natuurlijk heel veel publiek op afkomt. Het is allemaal hele goede muziek, zeer gespecialiseerd. Er zit een ABBA-serie bijvoorbeeld in, op jazzmuziek helemaal omgezet. Er zit een American Songbook-werk in, er zit een Hammond-orgelwerk in, dus het is heel gevarieerd. En de leerlingen van het Mencia de Mendoza, de muziekleerlingen, zitten ook op het festival. Dus het is een heel gevarieerd festival voor een groot publiek. Nou, we staan hier bij het café De Bruine Pij. En wat gaat u hier doen? Ik ga spelen met mijn drummer, hem met orgel en drums. We spelen eigen muziek. Okay. En wat voor soort muziek speelt u? Ja, het is een soort mengvorm tussen jazz, blues, soul, gospel, van alles. Eigen muziek. Een beetje soul, jazz, funk. Funky jazz en eigenlijk samen met mijn collega Paul Luik zijn wij muziekdocenten en wij spelen allebei heel veel, maar het is super leuk om juist met de jeugd dit soort muziek te spelen en dat je kans krijgt om ook de jeugd op zo'n festival neer te zetten. Omdat het Breda Swing Festival vanavond hier is en vanmiddag. En ik mocht hier optreden met mijn band, met A Jazz Tribute to ABBA. Ja, ik denk dat het wel een gewaagde muziekkeuze is, maar wij vinden het zelf eigenlijk stiekem toch best wel geslaagd. En daarom doen we het ook. Nou, wat het leuke is, is dat eigenlijk ABBA, iedereen kent ABBA over de hele wereld. En het is heel grappig om te zien dat zowel in Japan als in Australië als in Breda iedereen die liedjes kent. En ja, dan... Ja, maak je met muziek eigenlijk een brug over de hele wereld. En dat is heel erg leuk om te... Nou, voor 2017 niet zo heel erg veel meer, want dat duurt niet zo lang meer. Ik ga nog wel op tournee in Tsjechië, in Praag. En volgend jaar nog op tournee weer in Australië. En verder hoop ik een keer weer een nieuwe cd uit te brengen. Maar ik weet niet of dat volgend jaar al is. Breda Nu. Je weet het meteen.